Leesmotivatie in het voortgezet onderwijs. Kunnen lezen, willen lezen. Dat is de ondertitel. Kunnen lezen, willen lezen. Die twee hebben ontzettend veel met elkaar te maken. Want stel je voor dat je wel wilt lezen, maar je kunt niet lezen. Dan kom je nergens. Maar stel je voor dat je wel kunt lezen, maar je wilt niet lezen. En je veronachtzaamt het lezen. Dan raak je die vaardigheid ook zomaar kwijt. Dus die twee hebben alles met elkaar te maken. Daar gaat het over tijdens dit webinar. En dan zoomen we vooral in op dat stukje Willen lezen. Dit is Moerat Isik, de schrijver van dat beroemde boek Wees onzichtbaar. Uh, Moerat Isik uh, beschrijft in dat verhaal dat hij, uh, althans zijn hoofdpersoon, maar het is een autobiografisch verhaal, maar Meessin Mutlu, dat is die hoofdpersoon, die gaat met zijn moeder naar de bibliotheek. Die jongen die is in Nederland gekomen op vijfjarige leeftijd. Hij is uit Turkije afkomstig en hij is er van bewust... Dat zijn taalvaardigheid achterloopt ten opzichte van die van zijn klasgenoten. En nu komt hij voor het eerst met zijn moeder in de bibliotheek en hij is gebiologeerd door wat hij daar ziet. Al die boeken en die mocht je allemaal ook meenemen. Dus hij neemt die boeken mee naar huis. En wat gebeurt er dan? Hij zegt: al snel las ik vier boeken en een strip per week en had ik geen taalachterstand meer. Nou, dit lijkt een saillante scène uit een roman. Maar uh, dit is een gegeven dat ook door wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd. Je kunt je taalachterstand weglezen. En niet dat dat lezen daar uh, alleen voor bedoeld is. Je kunt natuurlijk nog veel meer met dat lezen. Maar je kunt hier wel al aan zien dat lezen kan ontzettend veel teweeg brengen voor de taalontwikkeling van kinderen en jongeren. Uh, Mees en is op het moment dat hij dit zegt, als hij met zijn moeder naar de bibliotheek is geweest, uh, zit hij op de basisschool. In het voortgezet onderwijs zien we dit gedrag natuurlijk nog veel minder dan op de basisschool, dat kinderen met vier boeken en een strip per week uit de bibliotheek komen. Maar we gaan in deze webinar kijken of er misschien toch manieren zijn om ervoor te zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs aangespoord kunnen worden om toch wat vaker dat boek te pakken. Aan het einde van deze webinar kun je uitleggen waarom leesmotivatie cruciaal is voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Je kunt ook vertellen. Welke rol de zelfdeterminatietheorie daarbij kan spelen? Hoe kunnen we die zelfdeterminatietheorie gebruiken om de leesmotivatie op school en in de vrije tijd te bevorderen? En tenslotte, ook niet onbelangrijk, vooral niet als je echt doelgericht wilt werken aan dit onderwerp, je weet hoe je cijfermatige gegevens kunt gebruiken om effectief en efficiënt aan leesbevordering te werken. Goed, we gaan even terug naar het Pisa-onderzoek van 2018. Dat heeft heel wat stof doen opwaaien. We hebben allemaal de berichten in de media wel gezien dat internationale onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen van 15 jaar nog veel slechter lezen dan we al dachten. Eh, grote koppen op de voorpagina's van de kranten. Tieners snapt steeds minder wat hij leest en weer lezen de pubers slechter. Nederlandse tieners scoren beneden gemiddeld in lezen. En als we even wat preciezer naar die scores kijken, dan zien we ook dat daar echt wel wat aan de hand is. We zien op deze grafiek aan de linkerzijde, op de I-as, zien we de scores voor de leesvaardigheid. En op de horizontale as zien we het jaar waarin de meting werd afgenomen. En dit gaat dus over internationaal onderzoek in de Oezolanden. Dat PISA-onderzoek laat zien in die laatste meting van 2018 dat daar echt wel wat aan de hand is voor Nederland. Die bovenste lijn, die gele lijn, geeft de scores van Nederland weer. De middelste lijn geeft de scores weer voor de Europese landen, de gemiddelde scores. En de onderste lijn geeft de gemiddelde scores aan van alle Oezo-landen. Nou, je kunt aan deze grafiek zien dat Nederland eigenlijk geruime tijd in een vrij comfortabele positie heeft verkeerd. Tot aan 2015. In 2015 gingen de scores ook al vrij rap naar beneden. Maar konden we ons toch nog troosten met de gedachte dat ze in ieder geval nog boven dat Europese en Oezo-gemiddelde lagen. Uh, maar nu, in 2018, zien we dat die scores uh, daaronder liggen. Onder het Europese gemiddelde, onder het OESO-gemiddelde. En uh, ja, het is terecht dat mensen daar zich ontzettend druk over maken. Er wordt echt en terecht moord en brand geschreeuwd over dit gegeven. Want wat is het belang daarvan? We zien om te beginnen een tendens. Uh, de zwakke lezers in het VO, dat zijn de toekomstige lage letteren. Dat weten we al. Uh, want als dat in het VO niet lekker loopt... Dan zal het na het VO zeker niet beter gaan. Dus dat zijn de laaggeletterden van de toekomst. En dat is een enorm probleem, zowel voor de samenleving als voor individuen. De kosten van laaggeletterdheid zijn immens. Als je kijkt naar de uh, cijfers die Stichting Lezen en Schrijven hierover met regelmaat publiceert, dan zie je dat die kosten de pan uitreizen. En de oplossingen voor dit probleem, ja, die liggen niet 1, 2, 3 voor het oprapen. We kunnen niet zomaar zeggen. We gaan die laaggeletterden geletterd maken of weer geletterd maken als ze hun geletterdheid zijn verloren. Die kosten daarvan zijn, zijn astronomisch. Uh, stel je voor dat uh, de omvang van de laaggeletterde bevolking in Nederland. die is net zo groot als het inwoneraantal van Brabant, Noord-Brabant. Uh, en als je die, al die laaggeletterden in één keer zou willen aanpakken. dan heb je een systeem nodig dat net zo groot is. als het hele systeem voor het basisonderwijs. Dus curatie is absoluut. Geen haalbare oplossing. Het probleem is daar veel te groot voor. Er is maar één ding wat we kunnen doen om laaggeletterdheid grondig en voor goed aan te pakken, zodat het echt verdwijnt uit Nederland, en dat is preventie. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat die laaggeletterden, dat we dat laaggeletterdheid probleem echt uit de wereld helpen. En dat betekent actie, handen uit de mouwen in het onderwijs. Preventie bevat twee werkzame onderdelen. De eerste is zorgen dat kinderen en jongeren kunnen lezen. Dat is het allerbelangrijkste, want dat is de basis van alles. Leesvaardigheid bestaat niet zonder te kunnen lezen. Dit is typisch een opdracht van het onderwijs en die begint al in de kleutergroepen en die loopt door zolang kinderen en jongeren in het onderwijs zitten. Het tweede stuk is ervoor zorgen dat kinderen en jongeren willen lezen. Dat ze gemotiveerd zijn om te lezen en dat ze dus gemotiveerd zijn om die leesvaardigheid te onderhouden en verder uit te bouwen. Ook buiten school, ook als ze eenmaal van school af zijn. Want we weten dat als je dat niet doet, dan kun je die leesvaardigheid ook weer verliezen. Nou, we gaan nu kijken wat die leesmotivatie oplevert op school en buitenschool en wat we daarna kunnen doen. Leesmotivatie doet ertoe. Wie gemotiveerd is om te lezen, is meer betrokken bij de tekst en leest beter. Er is voldoende onderzoek om dat te onderbouwen. We weten gewoon dat dat zo is. En op deze dia zien we een aantal. Uh, onderzoekspublicaties die dat glashelder onderbouwen. Het punt is natuurlijk wel, lezen op school is echt iets anders dan lezen thuis. Lezen op school heeft vaak een verplicht karakter. Uh, er zijn vaak opdrachten bij, uh, ook zien we dat daar vaak informatieve teksten worden gelezen. Dat heeft toch een iets ander karakter dan het lezen thuis, waar het vaak gaat om echt vrijwillig lezen met een intrinsieke motivatie. Er zijn geen opdrachten bij. En uh, daar worden veelal uh, fictieteksten gelezen, verhalen, en veel minder informatieve teksten. Nou, het nadeel van die extrinsieke motivatie die we, voor, die we vooral tegenkomen op school, waar leerlingen verplicht worden om te lezen, is uh, ten eerste het dooft uit. Extrinsieke motivatie dooft uit. Het is gebonden aan een bepaald moment. En uh, zodra dat moment voorbij is en uh, kinderen gaan naar een andere plek, uh, naar een andere situatie... Dan verdwijnt die extrinsieke motivatie. Uh, we zien ook dat die echt situatiegebonden is. Het is verbonden met die bepaalde opdracht of die les. Er vindt geen transfer plaats naar andere momenten, naar andere lessen, uh, naar uh, momenten buiten school. Een derde punt is: uh, extrinsieke motivatie leidt tot oppervlakkig lezen. Ik moet dit nu eenmaal lezen, dus ik zet mij ertoe, maar ik voel me niet. Echt geïnteresseerd in die tekst. En daardoor kom ik ook niet tot diep lezen. En dat betekent dat ik het ook niet op een diepe manier verwerk. Ik verwerf daarvoor, daardoor niet de kennis die ik zou moeten verwerven, die ik zou kunnen verwerven. Ik leer daardoor ook niet voldoende. Een vierde punt is dat er ook stress bij gepaard gaat. Extrinsieke motivatie veroorzaakt stress omdat het gebonden is aan externe verwachtingen. Ik moet aan die verwachtingen voldoen. Als ik niet aan die verwachtingen voldoen, dan kom Ik in de problemen. Dat veroorzaakt stress. En uh, dat heeft negatieve effecten op hoe iemand zich voelt terwijl, terwijl die leest en ook hoe die leest. En tenslotte, die extrinsieke motivatie, die vergt veel energie. Want om aan al deze dingen te voldoen, moet ik me behoorlijk inspannen. Dat kost mij energie. Nou, kijk je nou naar de intrinsieke motivatie die er tegenover staat, dan zie je dat al die punten, al die nadelen, die worden daarmee ondervangen. Nou, wij kunnen het lezen op school. Echt motiverender maken. We kunnen zorgen voor meer intrinsieke motivatie. Via die intrinsieke motivatie zorgen voor meer betrokkenheid bij het lezen. En via die meer betrokkenheid bij het lezen kunnen we ook zorgen voor hogere leesprestaties. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we uh, kijken naar de zelfdeterminatietheorie van DC en Ryan. Zij hebben een uh, tijd geleden al hun zelfdeterminatietheorie geformuleerd. En uit allerlei onderzoek sindsdien blijkt dat die theorie ook echt hout snijdt. Wat houdt die theorie precies in? Die theorie houdt in dat om gemotiveerd te zijn om iets te doen, voldaan moet zijn aan drie psychologische basisbehoeften. En die behoeften die hebben wij eigenlijk allemaal. Om te beginnen vinden we het fijn als we een gevoel van autonomie ervaren. Uh, we vinden het fijn als we op een bepaalde manier controle hebben over wat we doen, dat we ons zelfstandig voelen, dat we keuzes kunnen maken, dat we iets kunnen stoppen als we dat willen stoppen, dat we iets kunnen beginnen als we iets willen beginnen. Dat is één. Twee is relatie, een heel belangrijk punt. Uh, het is ook fijn als we ons verbonden voelen met anderen in ons werk. Uh, maar voor leerlingen geldt ook uh, leerlingen die zich verbonden voelen met andere leerlingen en met de docent. Die verbondenheid die helpt om die motivatie aan te wakkeren. En ten derde is het fijn als je je competent voelt. Als je het idee hebt ik kan dit of ik kan dit leren. Nou, die theorie is niet zomaar een theorie, die werkt echt in de praktijk en we zien er ook een paar voorbeelden van publicaties waarin dat is aangetoond. En we gaan kijken nu even hoe dat precies uitpakt als het gaat om die leesmotivatie. Als we kijken naar dat eerste facet, autonomie, dan zien we dat die zelfdeterminatietheorie zegt: "Oké, okay, uh, als daaraan is voldaan, dan weet ik mijn interesse zijn mede bepalend voor wat ik doe. Mijn eigen interesses zijn niet de interesses van iemand anders. Ik maak vanuit die interesses keuzes bij het leren, bij het lezen. Uh, maar ook, ik ben autonoom genoeg om zelf uh, mijn weg te vinden uh, naar goede boeken, goede teksten. En ik weet ook waarom le lezen en leren belangrijk zijn voor mijn ontwikkeling. Dat weet ik als autonoom individu heb ik mij dat eigen gemaakt. Ik weet waarom het belangrijk is en ik vind het ook echt belangrijk. Dat zijn allemaal facetten die bij die autonomie horen. Nou, als je dan kijkt naar hoe die autonomie eruit kan zien op school, als het gaat om het lezen bij de vakken, niet alleen het lezen voor het plezier, maar ook gewoon het lezen bij de vakken, dan zou je kunnen zeggen: Nou, als docent zorg ik ervoor dat leerlingen zelf een boek of een tekst kunnen kiezen om te lezen. En dat hoeft niet een keuze te zijn uit een complete bibliotheek, maar het kan ook een keuze zijn zelfs uit twee teksten. De keuze kunnen maken tussen twee teksten maakt voor de motivatie al een verschil ten opzichte van geen keuze hebben en die ene tekst moeten lezen die voor je neus ligt. Um, een ander punt zou kunnen zijn: leerlingen mogen zelf onderwerpen aandragen om over te lezen. Dat kan binnen de vakken, het kan ook uh, buiten de vakken zijn bij het lezen voor het plezier. Uh, ook hier geldt als leerlingen zelf een onderwerp mogen aandragen, bijvoorbeeld in het kader van een thema waaraan gewerkt wordt, dan zal dat ook dat gevoel van autonomie versterken. Leerlingen mogen zelf teams kiezen waarin ze aan een opdracht werken. Ook hier zien we weer een soort keuzevrijheid. Ik wil graag met die en die werken aan die opdracht, want uh, dat geeft mij het gevoel dat ik daar zelf ook een soort sturing in kan aangeven. Uh, leerlingen hebben keuze, ook bijvoorbeeld bij de presentatie van het eindproduct. Als ze moeten lezen voor een bepaald thema, voor een bepaalde opdracht, dan is het ook fijn als je kunt kiezen. Dat geldt overigens ook gewoon voor het lezen van fictie uh, en de verwerking daarvan. Uh, ik kan kiezen uit allerlei verschillende vormen om mijn, uh, om mijn eindpresentatie te doen. Goed, dan gaan we naar die tweede, uh, dat tweede deel van die zelfdeterminatietheorie, relatie. Uh, dat punt van relatie, als we dat even uh, op de klassituatie leggen, dan zou je kunnen zeggen: Nou, als die relatie, als, dat, als, dat, als daar echt aan is voldaan, aan die basisbehoeften, dan voelt een leerling zich echt, dan voelt een leerling zich echt verbonden met zijn klasgenoten. Uh, bijvoorbeeld omdat hij veel met ze samenwerkt, omdat hij veel met ze praat, uh, omdat uh, ze veel dingen samen doen binnen en buiten de klas. Uh, maar ook, ik voel me verbonden met de docent. Uh, die, ik merk dat die docent uh, echt interesse in mij heeft, uh, een authentieke interesse. Uh, ik weet dingen van hem of van haar en hij of zij weet ook dingen van mij. Uh, ik weet wat hem interesseert, hij weet wat mij interesseert. Dat zijn allemaal facetten van relatie die ertoe doen. Nou, kijken we dan weer naar dat lezen bij de vakken. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: Oké, okay, een docent zorgt ervoor dat leerlingen in ieder geval in duo's of in kleine groepjes aan opdrachten kunnen werken. Dat geeft meer kans om aan die relatie te bouwen dan leerlingen helemaal zelfstandig individueel te laten werken. Maar ook uh, leerlingen wisselen ideeën uit, wisselen kennis uit over een onderwerp. Uh, en dat kunnen piepkleine werkvormpjes zijn waar leerlingen even een halve minuut zelfs of een minuut met hun. Schoudermaatje of hoe het dan ook genoemd wordt, uh, praten over een bepaald probleem in de tekst of over een bepaald onderwerp. Dat zorgt ervoor dat dat samenwerken de, dat, dat een, 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 een positief effect heeft op dat, op dat lezen en op wat er met dat lezen gebeurt in de hoofden van de leerlingen. Uh, leerlingen voeren in groepjes discussies over boeken of teksten, dat is natuurlijk een, een nog wat intensievere vorm. Uh, leerlingen presenteren hun onderwerp aan zelfgekozen groepen. Hier zit natuurlijk ook weer dat keuze-element in. Maar uh, daar zit ook wel degelijk een relatiefacet aan. Want als je zelf mag kiezen aan wie je dat uh, presenteert... Dan, uh, dan zullen dat degene zijn bij wie je dat het, het liefst doet. En dat bouwt ook weer aan die relatie. De docent die toont betrokkenheid aan de klas en aan individuele leerlingen. En dat betekent, die docent investeert ook zelf in die relatie. Dus die is ook bereid om... Iets van zichzelf te laten zien, zijn interesses. En tenslotte, de docent praat ook over lezen bij de vakken met de leerlingen, ook buiten de methode. Nou, allemaal vormen om ervoor te zorgen dat dat relatieaspect goed uit de verf komt. Komen we bij de derde, competentie. En als we dat uh, betrekken op dat leren en dat lezen, dan zouden we kunnen zeggen: Nou, als het gaat om leren en lezen. Dat gevoel van competentie heeft ermee te maken dat ik, dat ik weet dat ik deze tekst of dit boek kan lezen en kan begrijpen. En als ik dat nog niet kan, dan weet ik ook wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik het wel kan. Ik weet wat ik moet doen om tot begrip te komen. Ik weet ook dat ik kan leren om steeds complexere teksten te begrijpen. En ik kan nou, ook een heel uh, concrete vaardigheid. Ik kan ook een tekst samenvatten. Ik kan praten en schrijven over een tekst zodanig dat ik anderen kan informeren over wat ik heb gelezen. Nou, betrekken we dat weer heel specifiek op dat lezen op school en bij de vakken, dan zou je kunnen zeggen de docent zorgt ervoor dat leerlingen die dat nog nodig hebben, die leesvaardigheid ontwikkelen, doordat die docent nog extra instructie geeft, voorleest hoe hij zelf leest. Modellen noemen we dat, dat is een heel bekende didactische aanpak die leerlingen helpt om te zien, oké, okay, zo doet een expert lezer dat. De docent geeft feedback op het leerproces en als kinderen bijvoorbeeld niet tot begrip komen, dan helpt die docent om de kinderen wel tot begrip te laten komen door allerlei leidende vragen te stellen, maar misschien ook door ontmoddelen. De docent legt verband tussen bestaande en nieuwe kennis, zodat die leerling die bestaande kennis echt kan inzetten om een tekst te begrijpen. De docent zet leerlingen ook echt aan het denken over de tekst. Dat hele actieve lezen, dat hele diepe lezen heeft dat ook echt nodig. En geeft de leerlingen ook de gelegenheid om die competentie zelfstandig en in interactie met anderen te ontwikkelen. Nou, wat levert dat dan op? Stel dat je dit allemaal zou doen. Wat levert dat dan op? En uh, dat zien we onder andere in een meta-analyse van onderzoeksstudies, die uh, uitgevoerd is door een onderzoeksgroep van Roel van Steensel. We zien dat dit kan leiden tot significant hogere leesmotivatie en ook significant hogere leesvaardigheid. Dat was het lezen en de leesmotivatie op school. Nu de leesmotivatie in de vrije tijd. Kijk, ook daar is die zelfdeterminatietheorie onverkort op van toepassing. Want ook daarvoor geldt: het is fijn als ik me autonoom voel. Ik bepaal zelf wat ik lees, wanneer ik lees, waar ik lees, hoe lang ik lees, of ik lees. Ook die relatie is daarbij belangrijk. Ik praat met anderen over wat ik lees. Ik geef andere boekentips. Ik krijg van andere boekentips. Ik maak deel uit van een sociaal netwerkje soms om uh, boekentips te delen of om boekrecensies te plaatsen en te lezen. En als het gaat om competentie, oké, okay, ik, ik weet dat ik goed kan lezen. Ik weet dat ik ook boeken kan lezen die best moeilijk zijn. En ik weet ook hoe meer ik lees, hoe beter ik zal gaan lezen en hoe meer ik toe zal komen aan boeken die nog moeilijker zijn. Nou, de vraag is natuurlijk als het gaat over dat vrije tijdslezen, waarom zou je daar eigenlijk druk over maken als school? Nou, als we kijken naar de opbrengst van dat vrije tijdslezen, dan is dat een heel belangrijke reden om op school je druk te maken over vrije tijdslezen. Want wat zien we wat daar gebeurt? Deze grafiek is het resultaat van onderzoek van uh, Suzanne Mol en Adriana Bus. Die hebben gekeken naar uh, allerlei onderzoeksstudies internationaal die op dat moment beschikbaar waren over dit onderwerp. Wat doet vrije tijdslezen met de taalontwikkeling van kinderen en jongeren? En uh, we zien hier, daar hebben ze al die onderzoeksstudies bij elkaar gepakt en in een grafiek samengevat. We zien hier dat als kinderen veel lezen in de vrije tijd, uh, ten opzichte van kinderen die weinig lezen in de vrije tijd, dat die vaardigheden veel beter ontwikkeld zijn. Want alle andere factoren die daarop van invloed zouden kunnen zijn, die zijn hier al uitgefilterd. Gefilterd. Dit heeft echt alleen te maken. Met hoeveel lezen kinderen eigenlijk in de vrije tijd? En dan moet je zo'n grafiek dan lezen, bijvoorbeeld bij woordenschat. Nou, kinderen die veel lezen in de vrije tijd, daarvan zal 70% gemiddeld of hoog scoren op een woordenschattoets. Terwijl van de kinderen die weinig lezen in de vrije tijd, daarvan zal maar 30% gemiddeld of hoog scoren op een woordenschattoets. Nou, dat patroon, dat zie je bij elk van die vaardigheden. En daar kun je meteen al aan zien dat vrije tijdslezen, dat levert kennelijk ontzettend veel op. Uh, voor elk van de vaardigheden die hier staan, hebben we op school, en zeker op de basisschool, hebben we verschillende methodes. Maar op het moment dat je leest in je vrije tijd en je hebt die motivatie om dat te doen, dan zie je dat aan al die zaken tegelijkertijd wordt gewerkt. En dat maakt het lezen in de vrije tijd een soort integrale leesmethode. Waar zit die winst hem dan in? Bijvoorbeeld als we het hebben over woordenschat. Woordenschat is natuurlijk een belangrijk punt als het gaat om leesbegrip en kennisopbouw. Waar zit het hem dan in? Nou, we zien uh, aan deze tabel. Dat als je een minuut per dag leest, dat is die linker kolom, dan lees je zomaar 100.000 woorden per jaar. Dat zie je in de rechter kolom. Dat betekent ook dat als je ongeveer een kwartier per dag leest, 14,2 minuten staat hier, dan kom je zomaar aan een miljoen woorden per jaar. Nou, Amerikaanse onderzoekers hebben dit bekeken en hebben hier hypotheses aan verbonden uh, die te maken hebben met uh, de hoeveelheid lezen, de kans dat je onbekende woorden tegenkomt. En ook de kans dat je onbekende woorden onthoudt, doordat je ze vaker tegenkomt. En wat zeggen die onderzoekers? Nou, als je een kwartier per dag leest en je leest zoveel woorden per jaar, dan is de kans heel groot dat je duizend nieuwe woorden per jaar verwerft. En dat is echt een heel substantieel aandeel. Duizend nieuwe woorden per jaar. Als we nagaan dat via uh, echt expliciete woordenschat instructie, uh, die opbrengst eigenlijk niet goed te halen valt. Uh, dat zal vaak maar... Rond de vijf of de 600 woorden per jaar ligt. Dus dat is heel substantieel. betekent wel overigens dat aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden. Er moeten uit die boeken natuurlijk ook wel woorden te leren zijn. Daarom levert het voor ons veel minder op, omdat wij al zoveel woorden kennen, uh, zullen wij minder snel nieuwe woorden verwerven uit de teksten die wij lezen. Maar voor leerlingen die nog veel woorden moeten leren, uh, nieuwe woorden moeten, moeten opdoen. Uh, voor hen is het een heel belangrijke bron om hun woordenschap te verrijken en te verdiepen. Hoe werkt dat nou? Ik heb hier een paar voorbeelden uit boeken bij elkaar gezet. Uh, kijken we even naar dat boekje De Boogschutter van Hirado, daar vinden we uh, een opmerking. Wat is dat, een samurai? Dit boek speelt zich af in Japan. Het, het antwoord is in die tekst een Japanse ridder, een halve edelman. Dus we zien hier gewoon een definitie van het woord samurai. Een leerling die dat woord niet kent, die zal dan weten, oké, okay, dat is dus een Japanse ridder, een halve edelman. Het woord patriot, in dat boek van Anthony Horowitz, die uh, mooie serie, uh, Bolbliksemis heet dit deel, en daar staat, daar komt het woord tegen, patriot. En dan staat daarachter, dat betekende iemand die van zijn vaderland hield. Nou, een definitie van het woord patriot. En tenslotte, in uh, dat boek Gone, het woord sadisme. Sadisme, zei Diana, het beleven van plezier aan andermans pijn. En we zien hieraan dat definities van woorden, gewoon voorkomen in uh, jeugdboeken en dat, die, uh, dat je via die definities en die kennis van die woorden kunt verwerven. Onthouden die lezers die woorden dan ook meteen? Nee, natuurlijk niet. Ze onthouden ze in ieder geval voor de duur van, nou in ieder geval, die scène, misschien ook voor de duur van het boek, maar misschien niet uh, op de langere termijn. En daar zie je ook meteen aan dat veel lezen meer rendement geeft, want dan is de kans ook veel groter dat je die woorden nog een keer tegenkomt. Oké, okay, je kunt dus kennis van woorden opdoen via definities in boeken, dat zagen we zojuist. Wat veel vaker voorkomt, is dat we kennis van woorden opdoen doordat we ze tegenkomen in een bepaalde context. We zien dan niet de letterlijke betekenis van dat woord terug, maar door die context snappen we het moet ongeveer zoiets betekenen. Ik heb daarvoor een voorbeeld genomen uit het boek van uh, Hannah Bervoets: Alles wat er was. Uh, daarin zien we een aantal tekstfragmenten die dit uh, laten zien. Zij zullen op den duur de instructies negeren. Naar het raam lopen, de gordijnen open doen, uiteindelijk zelfs naar buiten gaan. Nou, als je dat negeren, als je niet weet wat dat betekent, uh, maar je kent de context van dit verhaal, je weet waar deze scène zich afspeelt, dan weet je dat uh, die personages dat allemaal niet mogen doen. En dat ze dat vervolgens toch wel gaan doen. Met andere woorden, ze negeren de instructies. Ze hebben instructies gekregen, maar ze houden zich er niet aan. Uh, zonder dat je die definitie van het woord negeren krijgt, begrijp je nu toch wat dat woord betekent. Dat kan niet anders. Het tweede voorbeeldje, we moeten een voedselvoorraad aanleggen. In het kader van de voedselvoorraad besloten we alle kamers, kasten en lokalen systematisch af te gaan. Nou, je ziet hier zowel dat die frase in het kader van, die krijgt hier vanzelf betekenis, omdat die situatie zo dwingend is voor die betekenis in, deze, in dit fragment. Maar ook dat woordje systematisch, zelfs als je niet weet wat dat betekent, Zie je hier toch van, oké, okay, we gaan alle kamers, kasten en lokalen af en dat zullen we één voor één doen en we gaan ze ook allemaal af. Dus systematisch zal iets betekenen wat dat weergeeft. Derde fragmentje, altruïsme is egoïsme in schaapskleding. We delen omdat we hopen dat anderen dan ook met ons zullen delen. Nou, je ziet hier, egoïsme is vaak wel bekend, maar altruïsme misschien niet en doordat ze tegenover elkaar gesteld worden maar ook weer op een hele lepe manier met elkaar worden verbonden, ga je toch zien wat altruïsme is. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om woorden. Woorden uh, zijn heel belangrijk. Woorden staan voor kennis. En wie veel woorden kent, die heeft ook veel kennis. Uh, en kennis is een zeer bepalende factor voor de vaardigheid in begrijpend lezen. Dus uh, laten we ons niet blind staren op gewoon een woord en de betekenis daarvan. Een woord staat ook voor iets. Dus wie veel leest... Leert veel woorden kennen, maar leert via die woorden ook veel kennis opdoen over allerlei onderwerpen. En dat zien we bijvoorbeeld in deze boek ook heel duidelijk als het gaat om 100 uur nacht. Dan zien we dat eh, in dat boek komen ook allerlei interessante woorden aan bod. Maar we zien ook in de context van het verhaal dat er allerlei kennis verworven kan worden over New York, over Columbus, over de Declaration of Independence, over het vrijheidsbeeld, over immigratie, over de free collectie. Dat krijg je allemaal gratis erbij als je dat boek leest. En hetzelfde geldt voor dat boek, uh, De Boogschutter van Hirado. Daarin lees je van alles over de VOC, Japan, uh, zijderupsen, Bamboe, de Shogun, Samurai, Sake. Uh, ook weer allemaal kennis die van waarde kan zijn op het moment dat je met andere onderwerpen en andere teksten aan de slag gaat. Uh, Oorlogswinter, een bekend verhaal. Uh, is niet alleen een spannend verhaal, maar het gaat ook echt over. Wat gebeurde er in de oorlog? Welke partijen stonden tegenover elkaar? Wat zijn de belangrijke namen die we daarmee associëren, zoals Mussert, Duinkerke, Patton? Nou, als het goed gaat, dat lezen, dan uh, legt die lezer de juiste verbanden binnen en buiten de tekst. We zien hier Paul van den Broek, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En ik heb hem dit uh, met enige regelmaat horen zeggen als hij optreedt. De kern van begrijpend lezen is eigenlijk dat. Verbanden leggen. En als je een tekst goed begrijpt, dan lukt het om een verband te leggen binnen de tekst, de juiste verbanden, en de juiste verbanden buiten de tekst. Lukt dat niet, één van die twee, dan heb je een probleem. Lukt geen van beide, dan heb je echt een heel groot probleem. Nou, verbanden leggen binnen die tekst. Ik heb daar een mooi voorbeeldje van uh, gevonden in dat boekje 100 uur nacht. Uh, daar vinden we een scène uh, al vrij vroeg in het boek, uh, en daarin wordt beschreven dat de hoofdpersoon een metalen stang niet aan durft te raken. Als ik me goed herinner, is dat in de metro of in de, of in de tram. Ik durf de metalen strang, stang voor me niet aan te raken. Even later lezen we: ik trek mijn mouw over mijn vinger en bel gewoon aan. Dat zijn vreemde handelingen waarbij je direct afvraagt: wat, wat een vreemd gedrag. Ik, als ik aanbel, trek ik niet mijn mouw over mijn vinger, maar dan bel ik gewoon aan. En dan pas op bladzijde 185 lezen we: wie heeft hier nou smetvrees? Kennelijk heeft uh, deze persoon uh, smetvrees. En dat lezen we pas vrij laat in het verhaal. Maar door dat verband te leggen tussen die scènes die we eerder hebben gezien en dit woord, komen we erachter, hé, hey, zo zit dat dus in elkaar. Een mooi voorbeeld van een verband buiten de tekst is uh, het volgende fragmentje, ook uit 100 uur nacht. Tien dagen gingen voorbij, het werd 1 april. Niemand wist een goede grap. 2 april, 3 april. Als je niet weet dat 1 april een dag is waarop uh, mensen grappen uithalen met elkaar, begrijp je niet wat hier staat. Dus om dit te snappen, om dit goed te snappen, moet je die kennis van buiten hebben om hier de inhoud aan te geven wat hiermee wordt bedoeld. Je moet dat verband buiten de tekst kunnen leggen. Ik heb hier een voorbeeldje uh, en daarbij gebruik ik een boek uh, 'Mokromafia' en dat voorbeeldje wil ik Gebruiken om te laten zien dat ik meer opsteek uit dit stukje tekst. via de verbanden die ik leg binnen de tekst. dan een lezer die uit Marokko komt en die misschien al meer kennis heeft over dit onderwerp. Kijk, uh, we lezen even dit stukje tekst. Hij is de jongste aan boord. Uh, er zit hier een groepje jongens in een auto. Een vrolijk joch met veel vrienden. Jongens van wie de familie uit het Rifgebergte komt. pesticide wel eens met zijn vermeende gierigheid. Nou, wat ik nu weet uit de tekst is dat mensen uit het Rifgebergte niet gierig zijn. Dat wist ik nog niet. Iemand die uit Marokko komt, wist dat misschien wel. Ik lees verder. Hij is een sushi, een Zuid-Marokkaan. Oké, okay, ik, ik heb nu gelezen, Said komt niet uit het Rifgebergte, anders zou hij daar ook niet mee gepest worden. En ik weet nu ook, Said wordt een sushi genoemd, een Zuid-Marokkaan, met andere woorden, mensen. Uit het rifgebergte noemen Zuid-Amerikanen sushi. Dat heb ik ook opgestoken. Zijn familie komt uit de omgeving van de stad Ouarzazate. Ik denk dat ik het helemaal niet goed uitspreek, maar nogmaals, iemand die wel uit Marokko komt, zal het in één keer goed uitspreken. Deze plaats ligt in Zuid-Marokko. Je ziet hier dat ik dingen opsteek over de personages, in dit geval over Said. Ik steek dingen op over hoe dat zit. Tussen Zuid-Marokkanen en uh, Marokkanen die in het Riefgebergte wonen. En ik weet ook waar die plaats ligt, namelijk in Zuid-Marokko. Wat weet ik nog meer? Ook doordat ik dit goed gelezen heb, Said heeft wel vrienden. Want hij, dat staat er ook, hij heeft veel vrienden, maar hij is ook een buitenbeentje. Want kennelijk komen die anderen allemaal uit het rifgeberg. Alle reden dus om de school dat vrije tijdslezen te stimuleren, want we zien hier. Het lukt via dat vrije tijdslezen om die woordenschat op te krikken, om die kennis op te krikken en ook om die vaardigheid op te krikken die begrijpend lezers nodig hebben om verbanden te leggen binnen en buiten de tekst. En ook hier kan dus die zelfdeterminatietheorie helpen. Docenten kunnen het vrije tijdslezen stimuleren door in te zoomen op die drie basisbehoeften op school en daar zo voor te zorgen dat leerlingen buiten school meer gaan lezen. Nou, waar hebben we het dan over bijvoorbeeld? Uh, zorg dat uh, leerlingen veel keuze hebben uit boeken en verwerkingsvormen. Um, zodat ze daarmee kunnen kennis maken. En zodat ze daar op school misschien een beginnetje kunnen maken, maar thuis zo'n boek kunnen, uit, uh, kunnen uitlezen. Uh, zorg ervoor dat vrij lezen op het lesprogramma staat, zodat ook dat vrij lezen benut kan worden om kennis te maken met veel boeken, om ook in gesprek te gaan over veel boeken. En te zorgen dat dat lezen thuis wordt aangejaagd. Eist niet dat leerlingen hun boek uitlezen. Ja, met andere woorden, zorg dat die autonomie van die leerlingen gerespecteerd wordt. Uh, Vinden ze een boek niet interessant? Dan een ander boek. Want we willen wel dat die intrinsieke motivatie overeind blijft. Uh, bespreek ook de invulling van leesgewoontes en leesroutines in de vrije tijd. Dan leg je in feite al een lijntje naar de vrije tijd. Wat doe je in de vrije tijd? Hoeveel lees je eigenlijk als docent zelf? in de vrije tijd. Dat hoort daar ook bij. Wat ligt er bij jou op je nachtkastje? Uh, welk boek heb jij in je tas? Uh, welke boeken neem je mee op vakantie? Dat zijn allemaal uh, onderwerpen waarmee je, waarover je met leerlingen in gesprek kunt gaan en die zullen helpen om die leerlingen een autonoom gevoel te geven van oké, okay, zo kan je dus ook omgaan met lezen. En dat kan voor mij ook interessant zijn. Zorg ervoor dat leerlingen zelf de bibliotheek bezoeken. Leg ook uit wat het voor ze kan opleveren. Laat ze ook gerust die grafiek zien, die ik zojuist liet zien, uh, waar, waar, waarmee duidelijk wordt: dit kan het allemaal voor jou betekenen. Als jij meer leest, levert dat van alles op voor je taalontwikkeling. En laat leerlingen ook kennis maken met digitale bronnen voor het vrije tijdslezen, zodat zij ook makkelijker hun weg kunnen vinden binnen dat enorme aanbod. Relatie opbouwen rond dat vrije tijdslezen of ten behoeve van dat vrije tijdslezen, ook daar kan een docent aan werken, door. Echt te praten over die leesvoorkeuren, over de interesses van leerlingen, over je eigen leesvoorkeuren en interesses, over wat er bij jou thuis gebeurt. Uh, en als je merkt dat een leerling echt helemaal niet gemotiveerd is, echt een authentiek gesprek aangaan, een echt geïnteresseerd gesprek van, wat is er aan de hand? Uh, waarom lukt het jou niet om een interessant boek te vinden? Uh, heb je nog nooit een interessant boek gevonden? Ja, misschien toch wel, maar wat was dat dan precies voor boek? Of... Wat voor dingen doe je eigenlijk in je vrije tijd? En we zullen eens kijken of we daar iets bij kunnen vinden. En met andere woorden, die ongemotiveerde lezers, die hebben echt wel wat extra aandacht nodig. Nou, die differentiatie vinden we bij allebei schoolvakken heel, heel vanzelfsprekend. Maar bij leesmotivatie zou die eigenlijk ook vanzelfsprekend moeten zijn. Want sommige leerlingen vinden hun weg zelf wel. Maar anderen hebben echt nog wel wat hulp nodig. Nou, in die relatie met jou kun je die ondersteuning bieden. Laat leerlingen elkaar ook boekentips geven. Ook weer ter behoefte van die relatie tussen leerlingen onderling. En laat ze samenwerken bij verwerkingsvormen. Competentie bevorderen, ten behoeve van dat vrije tijdslezen, zorgen in ieder geval voor dat, dat je weet of leerlingen nog technische leesproblemen hebben. Als het echt niet goed lukt om überhaupt te lezen, dan zul je daar iets aan moeten doen. En dan komen we terug eigenlijk bij de subtitel van dit webinar. Kunnen lezen, willen lezen. Als dat kunnen lezen niet goed is gerealiseerd, dan gaat dat willen lezen er ook niet komen. Dus als dat het grote struikelblok is, zul je daar echt iets aan moeten doen. Bied ondersteuning en tips bij het zoeken van, beschik, uh, van geschikte boeken. Met andere woorden, help leerlingen om zelf de competentie te verwerven... om hun weg te vinden binnen dat hele aanbod. Uh, formuleer verwachtingen. Bied structuur als het gaat om verwerkingsvormen. Uh, zodat ook daar die competentie uh, flink wordt aangewakkerd. Geef opbouwende feedback. Doe ook boekgesprekken voor... Uh, zodat leerlingen weten, hé, hey, zo praat je dus over boeken en ook in de vrije tijd kan ik daar veel plezier aan beleven. Uh, bied uitdagende teksten aan, zorg voor zwakke lezers, voor een heel specifiek aanbod, want die hebben misschien andere boeken nodig dan lezers die al veel verder zijn. En zorg dat leerlingen de waarde van lezen ervaren, ook door het te verbinden met vakinhouden, met de zaakvakken. Goed, het laatste onderwerpje van dit webinar, het belang van cijfers bij leesbevordering. Als je echt doelgericht, efficiënt, effectief wilt werken aan leesbevordering, dan is het fijn om te weten waar staan de leerlingen eigenlijk en aan wat voor knoppen zou ik kunnen draaien om te zorgen dat die leesmotivatie wat beter uit de verf komt. Nou, de monitor de bibliotheek op school, die biedt dat inzicht. Dat is een landelijke monitor waar scholen zich bij kunnen aansluiten via de bibliotheek en die monitor geeft zicht op wat leerlingen lezen, hoe vaak ze lezen, wat ze interessant vinden om te lezen. En dat kun je heel precies voor je eigen school ook in beeld krijgen. Dit is een dia uit de monitor, de bibliotheek op school. En we zien hieraan wat voor gegevens dat oplevert. Deze grafiek hoort bij de vraag hoe vind je het om een boek te lezen. En je kunt aan deze dia al zien hoe dat op een bepaalde school in de afgelopen drie jaar is gegaan. Dit zijn drie metingen achter elkaar en dan zien we dus dat uh, het overgrote deel van de leerlingen, of in ieder geval het grootste deel van de leerlingen, uh, het lezen niet graag doet, want dat rode gedeelte dat geeft heel duidelijk aan, ik doe dat liever niet. Uh, maar we zien ook uh, dat in die laatste meting, ten opzichte van die meting daarvoor, dat het beeld ietsje positiever is. Je kunt dit vergelijken met de landelijke cijfers, die zien er zo uit als het gaat om dat lezen. Dit zijn overigens cijfers uit het voortgezet onderwijs. Uh, en niet representatief voor heel Nederland, zeg ik er meteen even bij. Ze zijn representatief voor alle scholen die deelnemen aan de de bibliotheek op school. Nou, wat is het landelijke beeld dat die scholen opleveren? Dat zien we, dat is nog een stuk negatiever dan wat op deze school aan de hand is. Dus die school heeft, kan wel zeggen van, nou... Uh, er is wel erg veel rood, maar ten opzichte van het landelijke beeld doen we het zo heel slecht nog niet. Die landelijke cijfers helpen dus ook om de cijfers van je eigen school in perspectief te plaatsen. Je kunt ook kijken wat zijn de verschillen tussen jongens en meisjes in dat opzicht. Op deze school zien we dat de jongens minder graag lezen dan de meisjes, maar we zien ook dat het verschil niet enorm groot is. Dat is vaak wel het geval: dat de jongens, jongens veel roder scoren dan de meisjes. Een enkele keer is het ook andersom, maar we zien hier ook wel dat. Uh, echt een hekel hebben aan lezen. Uh, dat is bij de jongens op een kwart, terwijl dat bij de meisjes maar op 13% staat. Maar ook dit is een interessant en belangrijk beeld, want dat betekent dat je je pijlen voor leesbevordering wat meer zult moeten richten op de jongens ten opzichte van de meisjes. Wat je ook kunt zien in die monitor is wat lezen ze eigenlijk. En dan gaat het over wat voor type boeken, of wat voor type bronnen, wat voor type teksten lees jij. Nou, en dan zien we ook een heel duidelijk verschil tussen jongens en meisjes, waarbij uh, de meisjes een heel duidelijke voorkeur hebben voor leesboeken. Uh, terwijl de jongens een heel duidelijke voorkeur hebben voor stripboeken en graphic novels. Nou, ga maar eens na. Ik sta hier in een uh, ruim gesorteerde mediatheek. Ik ben heel benieuwd wat het aandeel graphic novels en strips is binnen deze hele collectie. Doet dat recht aan. Uh, wat de leerlingen zelf graag willen lezen en zelf graag uh, pakken op het moment dat ze uit eigen beweging een boek gaan lezen. Een andere vraag in die monitor is over welke onderwerpen lees je graag? En ook dat is een belangrijke vraag, want dat helpt je om je collectie op te bouwen. En wat zien we dan? Ook weer grote verschillen tussen jongens en meisjes. We zien hier allerlei verschillende onderwerpen en allerlei verschillende scores voor deze betreffende school. En als we dat samenvatten in een top 5 voor de jongens en meisjes, dan zien we. Uh, humor, dat zien we overigens altijd, ook op de basisschool, humor staat heel hoog, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Maar waar de jongens uh, geïnteresseerd zijn in, in oorlog, zijn de meisjes dat weer helemaal niet. En waar de meisjes geïnteresseerd zijn in vriendschap, liefde, romantiek, zijn de jongens dat weer veel minder. Dus ook dit helpt om die collectie die je opbouwt, om die leefbevordering goed te, tot stand te brengen, om daar accenten in aan te brengen voor de jongens op school X en voor de meisjes op school X. Nou, even samengevat, de boodschap van deze webinar ten eerste, werken aan leesmotivatie is belangrijk voor het verbeteren van de leesvaardigheid op de korte en de lange termijn. We hebben daar het bewijs uit onderzoek voor gezien. We hebben ook geconstateerd dat leesmotivatie belangrijk is voor het lezen op school en het lezen buitenschool. Wie gemotiveerd is om te lezen, leest beter. Dus die leesmotivatie doet ertoe. En we kunnen daar iets aan doen door die uitgangspunten van de zelfdeterminatietheorie toe te passen en daar heb ik ook een aantal voorbeelden bij genoemd. Lezen in de vrije tijd helpt voor de leesvaardigheid op school. Wie veel leest in de vrije tijd, leest beter. Op school heb je daar plezier van. Dus als het lukt om op school die interesse in het lezen in de vrije tijd aan te wakkeren, dan zullen leerlingen daar ontzettend veel profijt van hebben binnen de school. En tenslotte monitorgegevens helpen om leesbevordering doelgericht aan te pakken. Met cijfers in de hand. Waaraan gaan we werken, meer accent op de jongens. Binnen de collectie, meer accent op dit en dat. En dan eens kijken hoe volgend jaar die meting eruit ziet en of het heeft geholpen wat we hebben gedaan. De subtitel van dit webinar was Kunnen lezen, willen lezen. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat die twee heel erg met elkaar te maken hebben en dat dat willen lezen, dat dat een onderwerp is waar we zelf een enorme bijdrage aan kunnen leveren. Met behulp van die zelfdeterminatietheorie. En ik wens iedereen er heel erg veel succes mee om dat ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen.